Lieve mensen, jullie weten het. Gisteren niet gelukt om het Team of the Year te packen. Doe het! We krijgen gewoon een 125k pakket, krijgen we gewoon geen borden. Is dit het ergste wat je nou ja, in tijden hebt meegemaakt? Ja, wel in tijden. Dus ik heb voor de zekerheid... Opletten! Heb ik... 104 pakketjes. Top, fijn. Toppie. We hebben tante van munten, dames en heren. Ik denk dat we ongeveer, als dit allemaal verkocht is, dat we 1.9 zitten. Echt waar? Wat betekent dat we Team of the Year Frenkie de Jong kunnen halen? Maar eerst wil ik jullie vragen... Abonneer, hier zit hij in. Hier zit Team of the Year Ben in. Die kunnen jullie winnen als we 150.000 abonnees hebben. Dus abonneer als je dan niet gedaan hebt. En er gaan hartstikke mooie dingen gebeuren. FIFA punten ga ik weggeven. Uiteindelijk het shirt van Ben is ook onderweg. Er gaan fantastische dingen gebeuren, lieve mensen. Echt waar. Ja, abonneer gewoon. Weet je? Doe het gewoon. Teken ervan te zijn dat je niks mist. Dames en heren, ik ga gewoon pakjes openen en uiteindelijk zien we waar het schip strandt. Ik ga gewoon lekker hier zitten met mijn pen naar je gezicht. Ik ga gewoon al die pakjes openen en ik zie waar uiteindelijk of er wat leuks uit komt, Rob. Weet je, we zien het uiteindelijk wel. We gaan gewoon elke keer van, is het borden? Is het iets zieks? Hier kunnen we gelijk doorspoelen. Kijk, we kunnen echt met een wazen heen, lieve mensen. Echt waar. We kunnen er super snel heen. We zien het allemaal wel. Dit is een walkout, gelijk een tweede pakket, Argentinië, RB. Het is, ja, want anders was het een Team of the Year geweest. Ik heb nog 100 pakketjes te openen, echt lieve mensen. Ik kom de samenvatting nog, geen zorgen. Ik kom de samenvatting. Dit is een walkout. Het is Frans. Dit is CV, het is Veraan. Nee, het is Laporte. Wie? Zal ik zeggen wie? Laporte. Krijgen borden. Het is een walkout. Sterling. Weer die fucking Jack Grealish. Nog 92. We zitten pas op 1/10, lieve mensen. Oh, misschien is dit al iets. Het is een walkout. Niet weer LB. CM. In ieder geval, het is fijn dat we in vorm tenminste noemen. Die hadden, lieve mensen. Het is ongelooflijk. Oh, nu glimt hij echt heel mooi op. Misschien is het dan... Nee. Serie A. Hebben we Matta. Hebben we Ronaldo. Dat is ook Serie A. We hebben natuurlijk ook in de Serie A. Dat weten mensen helemaal niet. Maar dan ook natuurlijk gewoon Sanchez. Oeh. Het is weer een walkout. Het is een Franse CV. Het is een CA. Het is niet, man. De Benzema. Oh mijn god. En Mar hebben ook nog. Oh, het is een walkout. Ik weet niet welke het is trouwens. Het is helemaal te rekenen. Het is Modric, Rakitic. Welke is het? Rakitic. Hij is. 3 La Liga spelen. Er zijn nog 10 pakketten. Mijn hemel, lieve mensen. Nog 10. Veel. Zo'n walkout. Hazard. Courtois. Mijn wat met La Liga. Als het een walkout is, is het meestal wel een redelijk speler. Maar oké. Courtois. Oké. Kom op. Nog 5. Oh, de depressie. Oh, de depressie, dames en heren. Nou, nog 2 pakketjes. Ja, ik zit een beetje te twijfelen. Wat moeten we doen? Moeten we nog geld erop knallen? Moeten we juist niet geld erop knallen? Laatste pakketje. Allerlaatste. Het is een lange zit, jongens. Zet niks in. Oké, en nu? Weet je wat we gaan doen? Als we 10.000 likes halen, weer op deze video knalken we morgen weer 100 euro op. Ik maak eerst deze op. Deze aantal punten. En als dat dan gelukt is, dan als we dan 10.000 likes hebben gehaald, gaan we de laatste dag van Team of the Year gaan we ze helemaal vol knallen. Echt waar. De laatste dag van Team of the Year knallen we helemaal vol. We gaan nog een paar 100k pakketjes openen. Mag het lukken? Fijn. Zo niet. Is het ook gewoon gedaan. Dan moet het ook gewoon accepteren. Het is wel een inform. Daar zijn we heel blij mee. Çalhanoğlu. Nee, het is ook... Oh, heet die... Nee, dat weet ik niet trouwens. Ik weet niet wie dat is. Uno! Zullen ze maar gewoon een beetje met elkaar afwisselen? Kom op. Geef me nou gewoon zo'n Team of the Year. Het zou zo fijn zijn dat we een keertje Team of the Year mogen aantrekken. Het is ook geen walkout. Weet je, je krijgt het er ook niet uit. Ik merk wel een beetje dat ik... Dit ook weer. Ik ken die club nog geen eens, lieve mensen. Welke club is het? Ik snap het niet. Oh, lieve mensen. Die maakt toch weer alles goed, hè? Die maken we alles goed. Als we Bennetje packen, is alles weer helemaal tip-top in orde. Het is altijd zo fijn als we Bennetje hebben. Hè, Bennetje? Nou, kom op dan. Misschien een keer zo'n 25k pack. Dan verwachten ze niet wat er aan de hand is. En dan denken ze, hè, wat de fuck, 25k pack? Hè, wat, hè? Dan, bam, komen we opeens met echt ziek packs. Oké, jammer. Panda. Kom op! Panda.
toch best wel erg dat we... krijgen we zeg maar wel echt heel, heel weinig eruit, zeg maar. €50 aan packs geopend en we krijgen niet echt walkout. We hebben nog helemaal geen walkout gehad. Ja, misschien moet je ook gewoon accepteren dat het misschien niet gaat lukken met de Team of the Year pack. Ja, het zou wel kunnen, nog steeds, lieve mensen. Maar ja, weet je, we openen 600k packs en we krijgen nul walkout. Ja, lieve mensen, mag dit een les zijn voor iedereen, alsjeblieft. Geef je geld gewoon niet aan packs uit. Kijk, bij mij is het niet zo erg, weet je. Laatste 100k pack. De allerlaatste. Gaan we het dan eens uitkrijgen? Het is ongekend. Echt bizar. Ja, top, die ook nog niet. Top, Carvalho. Hey mensen, ik heb aardig 100 pakketjes geopend. 600k packs. Dit is degene wat eruit is gekomen. Mag ik je hartstikke bedanken voor het kijken. We gaan hem morgen gewoon weer proberen. Bij 10.000 likes, weet je. Lieve mensen, we moeten door. We moeten onszelf blijven ontwikkelen. Ik zou het heel erg waarderen als jij kan abonneren als je het niet gedaan hebt. En doe je duimpje omhoog. En ik zie jullie gewoon bij de volgende video. Want die is gewoon weer morgen. Ik ben gewoon lekker op een streak bezig. Ik ga hartstikke hard lachen. Ik hoop uiteindelijk dat we een keertje Team of the Year packen. Maar oké, ik ga mijn allerbest doen. En laat even weten in de comments welke Team of the Year ik zelf moet halen. Lieve mensen, hartstikke bedankt voor het kijken. Ik zie jullie bij de volgende video. Ciao.